naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie gezellig meenemen naar medicamenten die grenzen. Dit moet je echt kennen. Zeg maar, als het niet bij jou in de buurt gevestigd is, dan snap je dat je denkt, wat is die grenzen? Wat is dit? Die grenzen, ik heb het even letterlijk gegoogeld net, is eigenlijk een winkel met hele goedkope producten. Ik zie het een beetje als een DM in Duitsland. Het is een soort drogisterij. Ze hebben eigenlijk van alles en nog wat. Veel producten komen dus uit Duitsland of hebben een aflopende datum, waardoor ze dus best wel goedkoop zijn. Maar je vindt er echt van alles. Douglasmerk. Soms zie je Rituals opeens erbij verschijnen. Fabulosa, de Pink Stuff dingen. Echt van alles. Amerikaanse snoep. You name it. En wij hebben toevallig in mijn dorp, jawel, in Nijverdal, hebben ze gewoon een die grenzen. Al best wel een lange tijd. En ik ga er af en toe wel eens heen om even te kijken. Soms vind je er wel eens wat leuks. Of een cadeautje of zo. Of de schoonmaakmiddel, dat is daar ook vet goedkoop. Dus ik ga jullie gezellig meenemen naar die grenzen. Ik zou zeggen, google even die grenzen Nederland. En dan kun je kijken waar het allemaal gevestigd zit in Nederland. Het is wel veel in plaatsen die dicht bij de grens zitten aan Duitsland. Dus vandaar dat wij er één hebben. Maar goed, ik zou zeggen, check dat gewoon even op internet. Ik heb geen idee waar ze nog meer allemaal in Nederland zitten. Ben jij benieuwd wat ze allemaal bij de die grenzen nu te koop hebben? En wat ze dus in het assortiment hebben? Ben je benieuwd naar de prijzen? Ben je benieuwd naar wat ze dus verkopen? En welke pareltjes we kunnen vinden? Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Ik ga jullie gezellig meenemen naar de winkel toe. En ja, laten we gewoon lekker gaan. Nou, je komt dus eigenlijk altijd binnen met het etenswaar en drinken. Hier bijvoorbeeld 6 voor 1 euro. Er staat hier echt ontzettend veel. 24 voor 12 euro. Dan heb je 24 flesjes Spa Blauw. Popcorn. Unicorn koekjes. Best leuk als je een feestje geeft. Kinderen met een unicorn thema. Oh, check dit. Cookies and cream. Even kijken. 1 euro. Een soort Oreo denk ik met vanille eromheen. Oh, dit is toch lekker. Allemaal verschillende soorten. Ik moet hier eigenlijk niet eens naar kijken. Reese's. 2 voor 1 euro. Hier nog meer. Peanut butter clusters. 1 euro. Nou, echt ontzettend veel. Ik moet zeggen dat ik dit vaak nog wel skip. Omdat ik anders echt in verleiding word gebracht. Toblerone. Oh. Rendier Maltesers. Oh mijn god, er is nog kerst. Rendier Maltesers. Dit is toch ook leuk voor een adventkalender? Mocht je dat maken voor iemand. Oké, het is januari, I know. Maar dan is dat wel heel erg leuk om erin te doen. Hier, heel veel kerst. Tot 2024. In principe kun je dat gewoon dit jaar voor de komende kerst zeg maar halen. En dat je dat dan voor 1 euro in een adventkalender doet. Hier zie ik nog veel meer. Oh, dat is echt niet goed hoor. Je moet hier snel weg. Nou, en hier hebben ze dus ook. Oh my god, wat zie ik nu? Winterthee. 4 voor 1 euro. Oh, oh, kut. Ik dacht dat dit een heel groot verpakkingje was. Maar je hebt dus verschillende. Winterthee. Wat schattig. Helemaal leuk. 30 cent per stuk. Je appel. En cinnamon. 1 euro. Even kijken. Ze hadden hier vorige keer zo'n ijskoffie. Hier heb je wel dit. Dit kun je dan in water doen. En dan heb je gewoon een water met een smaakje. Maar ik zie even niet wat ik bedoel. Nog wel heel veel verse kruiden. Dat is ook echt handig. Als je dat al in van die organized potjes doet thuis. Dan kun je het hier gewoon loshalen. Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane.
je bijvoorbeeld ook allemaal blikjes. En dan heb je 24 voor €12,99. Ik heb geen idee wat dit is. Ik zie hier dus allemaal Fabulosa voor €1,50. Dit is Passion Fruit voor in de shower. Desinfect. Deze lijkt mij echt heel erg lekker. Citroen. En nog veel meer. Echt gewoon een heel schap vol met Fabulosa. Mocht ik straks uit huis gaan, dan weet ik wel waar ik mijn schoonmaakspullen ga halen. Het is toch heerlijk. Zoveel verschillende ook. Nou, dan heb je hier dus nog meer Jif dingetjes voor €1,99. Allesreiniger. Oh, dit ziet er interessant uit. Ecologisch. Keukenreiniger. Badkamer. En een ruitenreiniger. Dan hier ook heel veel voor het was. Dit is ook lekker. Die geurzakjes van de Zwitser. Wasparfum. Oh nee, dit is wasverzachter. Is dat maar 30 cent? Geen idee. Maar dat is dit, denk ik. Ja. En €2,50 voor was. Verzachters van Robijn. Echt niet heel duur. Nog veel meer. Ik zie hier wat van de Pink Stuff. €2 voor het toilet. En ik zie hier citroen. En ik vind zelf citroen echt zo lekker ruiken. En dan zie ik hier nog wat. Wat is dit? Ook allemaal allesreinigers. En dan hier nog veel meer Pink Stuff. Voor €2,50. Oh, dit is echt. Ik wil hier gewoon nu alles halen voor mijn huis. Terwijl ik die nog niet heb. Dit is toch heerlijk? Oh. En hier die pasta dingetjes. Die zijn zo fijn. Deze. Heerlijk. Nou, en dan de hele wand vol met shampoos en doucheproducten. Sios, Head & Shoulders. Hier nog André Lon. Gebruik ik zelf niet. Hier Schwarzkopf zilver shampoo. Deze gebruikte ik echt heel erg vroeger. Hier van Douglas voor €2 shampoo. Ghoul. Hier voor krullen. Nog meer Douglas en Batiste voor €4. Een haarolie van André Lon. En hier ook nog allemaal Douglas make-up producten. Bijvoorbeeld dit oogschaduwpalet. Hier ook nog wel. Het zijn wel echt heel viezig. Hoe lekker. Zwitser doekjes, maandverband. Oh ja, hier heb je ook van die geurverfrissers. Dit is dan appel. Maar je had hier ook een kerstgeurverfrisser. Die zou vast al wel weg zijn. Die had ik aan mijn zus gegeven met kerst. Maar ja, dat is dus maar €1,50 bijvoorbeeld. Die van Airwick, Bolsius. Heerlijk. Hier zie ik nog een protecting spray van Douglas voor €1. Of als je je haar gaat stylen of feunen. Oké, een beetje een rotzooi. Maar ook wat Valentijnsdag dingen. Heel veel kaartjes voor 40 cent. Oh, van die liefde is kaartjes. Op zich wel grappig. Parfum set. Of wat leuk, €10. Die kun je dan ook vullen. Die kun je dan in je tas doen. Dat is best wel een leuk cadeautje. Oh, hier zijn nog hele grote kaarten. Die zijn 1. Oh nee, 3 voor 1. Dat is ook niet duur. Make-up tasjes. Oh, dit is ook handig voor als je gaat reizen. Ik heb nog een nieuwe make-up tas nodig. Ik vind deze niet zo heel erg mooi, maar die is wel goedkoop.
En hier nog heel veel minis. Ik ga dus naar Afrika, dus dan is dit echt ideaal. Ik moet zeggen dat ik nog heel veel minis heb, dus ik heb het niet per se nodig. Maar mocht je het nodig hebben, dan kun je hier ze allemaal minis halen. Ook echt handig. Als je deo, ik vind mannen deo altijd heel erg lekker. En dan voor in je tas zo'n mini, 75 cent. Heel erg veel deo. En parfum. Fa bijvoorbeeld, vroeger gebruikte ik altijd fa. Ik gebruik dus nu altijd mannen deo. Dat vind ik gewoon wat lekkerder. Je gewoon ginger. Even kijken. Kijk hier, mannen deo. 3 euro Axe. Hier Nivea zonnebrand voor 3 euro. Is ook niet duur. Oh, biodermaal. Zonder melk. Biodermaal is altijd wel echt heel erg goed. 3 euro. Maar 20 SPF is wel heel laag. Ik zie hier nog wat badbruisballen. En nog wat kinderdingetjes. Oh, dit leek even op een mini vaseline. 2 voor 1. En hier allemaal Zwitser. Wat schattig. Frozen. Oh, deze is zo lekker van Nivea. Wintermoment. Die is 2 euro. En ze hebben hier ook nog wat Love, Beauty and Planet producten. Voor 2,50 euro. Ook kaarsen. Voor 2,99 euro. Met een houten lont. Het is vanille bijvoorbeeld. En die knispert dan lekker als je hem aandoet. Dat is wel echt heel erg lekker. Oh mijn god, ik ga stuk. Dit is echt heel lelijk. Voor Pasen. Een kip. Oh, hier heb je ook die waxmelts. En nog veel meer kaarsen. Dit. Hier, van die twister kaarsen. Dan heb je er 4 voor 1,99 euro. Robijngeurkaarsen. Ze hebben hier ook de Zwitser geurkaars. Die heb ik tenminste hier een keer gekocht. Die zal nu wel uitverkocht zijn. Duo package. Oh, dit ziet er echt heel lekker uit. Deze kost 4 euro, maar hoe mooi is deze nog? Heel mooi, met 2 houten lonten. Dus deze knisperen ook. Het is echt wel een hele mooie kaars. Hier deze. Ook echt mijn all-time favorite. Deze... Daar zit je altijd mee goed, deze geur. Die is zo lekker. Echt zo ontzettend veel hebben ze hier. Ook echt hele grote voor maar 3,50 euro. Voor een bad. Heel veel kers nog, wat over is. 1 euro. Kerstkaartjes voor 2 voor 1. Zeepompen. Nou, en dus heel veel cadeauverpakkingen van Douglas. Voor wattenschijfjes. 69 cent. En dagcremes. Ook echt ontzettend veel. Dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jij het een leuke video vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Mocht je dus het assortiment van andere winkels ook niet willen missen, dan zou ik zeggen abonneer dus even op mijn kanaal. Want ik neem jullie graag gezellig mee naar winkels, kringlopen, etc. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei!